allemaal en welkom bij een nieuwe vlog van Studenten op TIC. Ik ben Merve Lucian en vandaag gaan we het hebben over de mondmaskertjes. Wat is nou eigenlijk het nut ervan en hoe gebruik je ze zo efficiënt mogelijk? Laten we een kijkje nemen. Volgens het RIVM moeten wij niet medische maskers gaan gebruiken. Marissa, wat is het verschil tussen niet-medische en medische maskers? De medische maskers die worden allemaal uitgebreid getest om te kijken wat de doorlaatbaarheid is van het aantal bacteriën door het masker heen en dus hoe die beschermt. En niet-medische maskers die ondergaan die testen natuurlijk niet. Okay. Wat heel erg belangrijk is, is op het moment dat je een niet-medisch masker gebruikt, dat je die in ieder geval wel goed op- en afzet. Fatima en ik zullen laten zien hoe je een mondmasker nou eigenlijk af moet doen. Dan zal Mervit laten zien hoe het moet volgens de richtlijnen. Mm-hmm. En ik zal laten zien hoe het eigenlijk juist niet moet. Ja. Dus kan het licht eerst uit? Allereerst zullen we onze handen insmeren met UV-handenlotion. Doe ik mijn masker even af. Zou ik dat ook doen? Als je dus niet volgens de richtlijnen het masker afdoet, dan krijg je dit resultaat. Niet geslaagd. En als je het wel volgens de richtlijnen doet, dan krijg je dit resultaat. Geslaagd. Het is altijd heel erg belangrijk voordat je een masker opzet om handhygiëne toe te passen. He? Dus gewoon goed handen wassen met water en zeep, zodat je je masker schoon opzet. Er zit altijd een bovenkant en een onderkant in een masker. En de bovenkant bevat een ijzerdraadje en die moet je goed om je neus klemmen. Dan kan je het masker achter je oor vastmaken. En dan is het heel erg belangrijk om hem goed onder de kin te trekken, zodat hij je neus en je mondgebied beschermt. Ga hem dus niet onder je neus dragen of boven je mond, want dan ademt hij misschien prettiger, maar geeft hij niet die bescherming die je wilt. Als je hem dan gaat afdoen is het heel erg belangrijk dat je niet je gezicht gaat aanraken of de voorkant van het masker, want dat kan mogelijk besmet zijn met micro-organismen. Maar om hem op deze manier vast te pakken, aan de elastiekjes en op deze manier af te doen, en afhankelijk hoe je hem gebruikt, of het een wegwerpmasker is of niet, gooi je hem weg. Of doe je hem in een zakje zoals het RIVM voorschrijft. En daarna natuurlijk weer heel goed en belangrijk goed die handhygiëne toe te passen. Oké, dankjewel. Zorg ervoor dat je je masker bij de hand hebt en de gebruiksaanwijzing in je hoofd. Tot de volgende keer.